Op YouTube komen er wel filmpjes van jou langs. Weet je hoe raar het is? Kijk mijn kop. Daar moet je niet naar kijken. Zo zit je. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag, je ziet het al, ik ben bij de enige echte... Timmetje 070. Yes, Timmetje 070. Vandaag de dag hebben wij heel erg veel video's opgenomen en dit is een van deze video's. Dus als je nog meer van Timmetje 070 wil zien, moet je even op mijn kanaal kijken en dan kan je de rest allemaal zien. Wij zitten hier zo in een hele mooie opstelling met heel veel spullen achter ons. Wat vind jij van vandaag tot nu toe? Super gezellig. Ik had het niet verwacht dat je zou langskomen, maar het is uiteindelijk gelukt. Had je het niet verwacht? Nee. Omdat? waarom ik het niet had verwacht? Ja, ik weet niet. Het gebeurt niet zo vaak als je YouTuber bent en je kent elkaar niet in het echt. En dat gebeurt niet zo vaak als je afspreekt, zeg maar. Ik had wel dan niet heel erg het idee, maar wel even het idee... Zou die er wel zijn? Zou die maar niet naaien en gewoon er niet zijn en ik heel het eind hebben gerezen voor niks? Natuurlijk dacht ik dat het niet zo zou zijn, want al die livestreams die we hebben gedaan, al het appen en zo, en hij had er heel erg veel zin in, zei die dan tenminste. Maar het is uitgekomen en we zitten hier nu zeker. En ik ga even een interview bij jou afnemen. Waarom ben jij begonnen met YouTube? Ik heb natuurlijk mijn hobby, licht en geluid. En dat is voornamelijk de laatste jaar geluid geworden. Dat wil ik graag delen met de mensen, de mensheid, op YouTube. Dus ik ben toen begonnen met een crappy camera. Die heb ik niet eens meer. Die was zo slecht, maar dat maakt niet uit. Ik had een camera en ik had een computer. Ik had Windows Movie Maker. En daar bewerkte ik mijn video's mee. En zo ben ik een beetje begonnen. Ik vond het echt leuk om... mijn apparatuur en mijn dingen dat ik deed, delen met mensen op YouTube. En je views en abonnees en reacties en likes, hoe ging dat een beetje in het begin? Slecht, niet goed. De afgelopen 2 jaar zijn er echt ruim 1000 abonnees bijgekomen. En een paar duizenden views natuurlijk. Gaaf. En de naam Timmetje 070, want zo heet jouw YouTube kanaal. Waar komt die nou vandaan? Ik heet Tim. Timmetje, klinkt gewoon leuk. En de 070 komt van Den Haag af, daar heb ik echt 15 jaar, 16 jaar lang gewoond. Dus ja, vandaar. En heb je ook nog video's op je kanaal staan uit de tijd van Den Haag? Ja, zeker. Ik woon hier pas in Weesp in, denk 3 jaar, 4 jaar dat ik nu hier woon. Ja, dus ik heb nog zeker video's. Mooi. En wat kunnen wij de komende tijd allemaal nog van jou verwachten op het YouTube kanaal? In het echt misschien, of... wat voor soort dingen? Ja, heel misschien met jou een giveaway. Dat lijkt me echt super leuk. Dat wordt nog een grote verrassing. Wat kunnen ze nog meer verwachten? Ja, giglogs. Dat ik aan het mixen ben met bandjes. Ik kan, je kan nog feesten verwachten. Je kan nog allerlei andere dingen verwachten. Van speakers, van lampen, noem maar op. Want komen er nog feesten aan op jouw kanaal? Ja, zeker. Er komt nog binnenkort een schoolfeest aan. Er komen nog echt nog wel andere feesten aan, want ik doe een nieuw project samen met vrienden, dat heet Verantwoorde Feesten. Dat weten sommigen al. Vertel daar eens wat over. Verantwoorde Feesten, ja, dat heeft een vriend van mij opgericht. En het is een soort van feestconcept dat ervoor zorgt dat een heel mooi feest uitkomt, voor scholen vooral, maar ook gewoon voor particuliere feesten, ook bedrijven, noem maar op. Dat niks onder 18, dus geen alcohol onder de 18, gehoorbescherming en stoppesten nu. Het zit er allemaal bij, zeg maar. En dat gaan we dus een beetje opstarten. En we hebben laatst ons eerste feestdag gehad. En hopelijk komt er nog een aftermovie of een techniekvlog van op mijn kanaal. Dus, ik ben benieuwd als je... Zoals je op Facebook zit, like het even voor mij. Verantwoorde feesten. Want dat kunnen we gewoon, als we intypen bij Facebook, verantwoorde feesten, dan zien we dat. Ja, verantwoorde spatie feesten. En hoeveel likes heeft het momenteel al ongeveer? Over de 200. Ja. Oké, leuk. Jij bent 19 jaar. Ja. Heb je nog een studie? Wat doe je zo aan het dagelijks leven? Ik zit op ROC, in Hilversum. Doe ik podium en evenemententechniek als opleiding niveau 3. Ik zit in mijn tweede en mijn laatste jaar eigenlijk.
En ik wil hierna echt puur specifiek geluid gaan doen als opleiding. Dus, en voor de rest, ja, buiten mijn school om loop ik stage. En nou, dat hoort ook eigenlijk een beetje bij school. Maar maakt niet uit. En ik werk nog in een café-achtig iets waar ik mix elke week. Dus, En dat mixen, dat is hetgeen wat jij later wil gaan doen? Op zich wel, maar op een andere locatie natuurlijk. Niet in een cafeetje, maar toch wil ik dat uiteindelijk gaan doen, ja. En als we nou kijken naar later, laat ik zeggen over 10 jaar. Hoe zie jij dan jezelf? En in wat voor omgeving of met welke mensen? Of hoe, leg dat eens uit. Ja, ik zie mezelf als freelancer. Dat betekent dat je uit jezelf werkt. Je kan ingezet worden als technieker op een evenement, feesten, noem maar op. Freelancer dus. Ik wil echt eigenlijk zelf geluid doen. Maar ik kan ook een all-arounder doen. Dus ook video en licht en zo. Daar zie ik mij over 10 jaar. Ik hoop veel contacten te hebben natuurlijk uiteraard. En veel te mixen. Maar ik hoor niks over de liefde of een vriendin. Want jij bent, neem ik aan... Ja, ik ben vrijgezel. Hetero... Ja. Oké. Ja. Maar meisjes, wordt daar nog naar omgekeken of niet? Ja, zeker. Ook tijdens het stage lopen en mijn werk natuurlijk kom ik er genoeg tegen. Maar ik ben op het moment gewoon vrijgezel. Ja. En is er wel interesse naar meisjes of is het meisje van ons niet gevonden? het ware meisje bedoel ik, hè? Het ware meisje is nog niet gevonden, nee. Tim is 19 jaar en woont in Weesp. Vind je Tim nou een aantrekkelijke jongen? Reageer hier zo onder in de reacties. En misschien is Tim wel jouw vriendje binnenkort. Of ga je lekker speeddaten? Nou, ik verwacht heel veel reacties. Nee. U hoort het, geen reacties. We gaan verder met het interview. Nice. Op YouTube zien we van jouw video's langskomen. Deze video's moeten worden gemaakt en geëdit, uiteraard. Hoe doen wij dit bij Timmetje 070? Hoe doen wij dit? Wacht even, ik moet even uitlachen. Dit komt er gewoon in hoor, Tim. Dit komt er gewoon in. Oké, wacht even, bloopers. Dat vraag je ook, weer. Op YouTube zien we allemaal filmpjes van jou langskomen. Ja. En die moeten worden gefilmd, maar ook worden geëdit. Ja. Hoe gebeurt dit hier zo in deze kamer? Of tenminste, bij Timmetje 070? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, heel apart. Ik heb niet het beste mail. Ik heb geen MacBook of iets. Ik heb geen snelle computer. Dus ik heb een programmaatje. Waar doe ik dat meestal mee? Ik doe het meestal met Magix Video Maker, heet dat. Dat is mijn editprogramma. Dan gooi ik natuurlijk gewoon de beelden van mijn camera gooi ik gewoon op mijn computer. Sleep ik het programma in. En ga ik dat editen. Of bewerken, hoe je het ook noemt. Maar dat doe ik op een hele aparte manier. Waarom? Omdat mijn computer fucking sloom is. Sorry voor het fucking gebruiken, maar niet uit. Hij is super sloom. En hoe doe ik dat dus? Ik edit juist puur op de audio. Dus ik haal mijn beeld, zet ik uit. Niet mede scherm, maar alleen beeld zet ik gewoon een soort van op mute. Het filmfragment. Ja, dat zet ik dus op mute uit, zeg maar, achter iets. En dan pak ik mijn telefoon erbij en dan kijk ik daar mijn filmpje op. Dan ga ik daarmee editen. Dus ik edit op de audio op mijn computer. Knip ik daar alles en zo. En op mijn mobiel kijk ik mee hoe het filmpje is. Dus eigenlijk, wij kunnen het voorstellen. Je hebt hier je computerscherm. Hier je telefoon, bij wijze van spreken. Je zet hier je video uit, maar de audio staat nog steeds aan. En hiernaast zet je op exact hetzelfde moment zet jij het beeld aan en het geluid van de computer. En zo monteer jij dus op het geluid van de computer. Zo weet je waar je bent door het kijken van de video op je telefoon. En zo worden de video's op Timmetje 070 gemonteerd. Ja, klopt. Mooi man. Ik heb deze manier nog nooit gezien. Nou, dit was dan eventjes het korte interview met jou. Ja. Willen de mensen daar zo thuis, of waar jij ook bent, nog meer van Timmetje 070 zien? Dan kan je natuurlijk op mijn kanaal kijken, DJ Timothy. En hier zo vind je meer video's van vandaag tot ik bij Timmetje op bezoek ben geweest. Ik zeg weer Timmetje. Ga dat eventjes kijken. Wil je nou nog een keer zo'n video dat ik bij Timmetje, zeg ik het nog een keer. Dat is goed toch? Maar dat ik bij Tim op bezoek ga, laat het dan zeker eventjes weten in de reacties. Dat vinden wij super gaaf, super tof en dat doen we graag voor jullie. Maar dat willen wij wel graag weten. En daarom moet jij het even achterlaten in de reacties hier zo beneden. En wie weet ga ik nog wel een keertje naar jou toe. Of iets anders. We zien het wel. En ik hoop nog meer video's van jou te zien, man, binnenkort.
Ja, zeker. Komt eraan en lijkt me super gezellig als je nog een keertje komt. Mooi, dankjewel. Nice. Fuck yourself.